Vijf vrouwen hebben afgelopen zondag andere vrouwen geïnspireerd om hun dromen na te jagen. Zij deden dat tijdens de Passion Expo, een expositie waarbij ze hun passie met de aanwezigen hebben gedeeld. De vijf gepassioneerde vrouwen zijn Jennifer Haakmat, Kimberly Geffrey, Sharon Lewin Groeizaam, Eugenia Walden en Stefanie Brunswijk. Ze hebben in de Bondroe Clubhouse aan andere vrouwen laten zien dat dromen kunnen uitkomen. Ze hebben alle op hun eigen wijze aangetoond hoe ver creativiteit, originaliteit en moed je kunnen brengen. De trekker van deze expo was Chantal Vient, een van de motoren en oprichter van het vrouwennetwerk CISA. Omdat wij vinden dat de ondernemers, de vrouwelijke ondernemers, niet zo vaak aan bod komen om zeg maar een podium te geven om hun kunsten te tonen, hebben we er dit keer voor gekozen om zeg maar een Passion Expo te organiseren. Mm-hmm. Passion Expo. Wat yes. moeten we daaronder verstaan? Wat werd geëxposeerd? Letterlijk je passie exposeren, je passie tentoonstellen. De vrouwelijke ondernemers hebben dus met ons gedeeld waar ze gepassioneerd over zijn. En eigenlijk zijn ze allemaal richting de business gegaan met hun passie, hun talent ontwikkelen, zeg maar. Dus dat hebben ze met ons gedeeld. Ze hebben demonstraties gehouden over hetgeen waar ze gepassioneerd over zijn. En waarover waren ze gepassioneerd? We hadden een bakster, eentje die in de taartenbusiness zit. En ze graveert ook glazen. Dat is Char Sweet en Twirl Glasses van Sharon Groeizaam. Hadden we daarnaast Kimberly Geffery, die een all-natural huidverzorgingslijn heeft. En ook voor baby, een babyverzorgingslijn. En ze werkt echt alleen met Surinaamse natuurlijke producten. Kokosolie, krapaolie en zo. Ze heeft dus die dag haar nieuwe product. Zeg maar een nieuw product geshowt. En dat is een nieuwe scrub met krappenolie. Een lippenscrub. Daarnaast hadden we een andere dame, Stefanie Brunswijk, die in de schoonmaakbusiness is. Maar dan echt voor andere vrouwelijke ondernemers die het druk hebben en geen tijd hebben aan op maat gesneden interieurverzorgingsbusiness. We hebben Jennifer Haakmaat, die is dus in de lingeriebusiness. En de demonstratie ging over hoe draag jij dus je BH en op hoe let je op hoe het moet zitten en welke maat koop je. Waar let je op wanneer je dus ondergoed aanschaft. We hebben dan een andere dame, Eugenia Walden, die is gespecialiseerd in het masseren. En ze heeft dus een demonstratie gehouden over de nieuwe uitgevonden masseertechnieken. De lijfspreuk van Vient is dan ook: succes is geen succes als je het niet deelt, als je anderen niet helpt om ook daar te komen. CISA is een vrouwennetwerk dat staat voor CIUSA, hetgeen aangeeft dat vrouwen oog moeten hebben voor de noden van hun zusters. Vient zegt dat de eendaagse Passion Expo een test was die heel geslaagd is. Volgens mij toen de dames klaar waren, wilden de mensen niet eens meer weg. En het is een heel mooi netwerkmoment geweest, omdat de focus meer was op delen wat je leuk vindt en waar je gepassioneerd over bent. Maar tegelijkertijd ook klanten werven. Want elke persoon die daar zat was een potentiële klant. We hebben als organisatie dan een pakketje gemaakt waarin de ondernemers hun visitekaartjes konden zetten, actiebonnetjes. Weet je, echt leuke dingen als aandenkertje en dat de mensen dan achteraf ook nog contact konden maken met deze ondernemers. U hoorde Chantal Vient. We spraken haar telefonisch over de Passion Expo die afgelopen zondag in de Bondroe Clubhouse aan de Dr. Sofie Redmondstraat is gehouden. Naast deze expo heeft CISA, die op 6 maart 1 jaar bestond, al verschillende activiteiten ter versterking en ondersteuning van vrouwen georganiseerd. CISA bestaat uit Chantal Vient, Kitty Derby, Angelisa Schubert, Chantal Laurens, Suleyma Deugdzaam en Mariella Dankerlui.